Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 25 mei van Weerplaza. Het wordt geleidelijk aan wisselvalliger. Vanochtend zien we wolkenpartijen. Vooral in de westelijke helft van het land kan af en toe wat dichte regen of motregen vallen. In het oosten blijft het nagenoeg droog. De temperatuur ligt rond een graad of 12 bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanmiddag waait het matig vanuit het noordwesten rond windkracht 3. De temperatuur loopt op naar 17 tot 20 graden. Het blijft op veel plaatsen droog en de zon breekt zo nu en dan door. Vanavond daalt de temperatuur naar 13 tot 15 graden. Het is een droge avond en de wind zwakt geleidelijk aan af. Morgen zien we ook overwegend veel bewolking. Vooral in het noorden is in de ochtenduren kans op wat lichte regen of motregen. Verder is het in de middag vaak droog, maar in de avond trekt een gebied met regen over het land. Met 18 tot 22 graden is het wel iets warmer. Maandag een droge dag overdag en dan wordt het 18 graden opnieuw. Dat is de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dinsdag valt er van tijd tot tijd regen en is het vaak bewolkt bij 15 graden. En ook woensdag valt er een enkele bui. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.